Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. In de video van vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe ik deze kerstlook gecreëerd heb. Of tenminste een feestdagenlook. Gewoon wat fellere look voor mij doen. Ik ga in deze video spelen met wat fellere kleurtjes. Van een oogschaduwpalet die ik nog niet eerder aan jullie heb laten zien. En ik ga ook meteen een paar make-up tips met jullie delen. Dus we gaan het hebben over contouren. We gaan het hebben over blush aanbrengen. We gaan het hebben over hoe ik de oogschaduw plaats. Dus kortom, get ready with me. Praten over make-up video. Als jullie zin hebben in deze video, blijf dan zeker even kijken. En wacht even, ik heb iets bedacht voor deze video. Aangezien we zo gaan naar mijn onopgemaakte iets, aangezien we bij de nul gaan beginnen, ga ik het even met een leuke transitie doen. Oké, ik begin met, zoals altijd, oogschaduwbasis, maar die heb ik al opgedaan. Je zit een klein glittertje. Dat is deze van Urban Decay. En dat komt puur omdat dit op dit moment de enige oogschaduwbasis is waarvan ik zeker weet dat die mijn oogschaduw tot de rest van de dag houdt. En ik wil graag mijn oogmake-up tot de rest van de dag houden. Het glittertje vloekt een beetje met de kleurpaletten die we gaan gebruiken vandaag. Maar dat maakt niet uit. Ik dacht, het leek me dus leuk om voor de feestdagen een soort van beetje te experimenteren met kleur. En dat werd een beetje geïnspireerd door een nieuw oogschaduwpalet dat ik heb. En dat is deze van Huda Beauty. Ik heb deze gekregen van een vriendin. Ze had zoiets van, ze had deze geloof ik in een adventkalender gekregen. En zegt, ja, ik ben niet zo van de kleurtjes en jij kan er vast wat moois van maken. Dat is de Emerald Obsession. Ik ben normaal helemaal niet van de groene kleurtjes. Maar dit zijn allemaal soort van groenig-blauwige kleurtjes. En mochten jullie me al jaren volgen, dan weten jullie dat dit soort kleurtjes voor mij helemaal ding waren. Ik was gek op dit soort kleuren. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb al een beetje met deze shimmery kleur gespeeld. Super mooi voor elke dag. Echt waar. Heel erg glinsterend. En zo moet je wel met je vinger aanbrengen. En ook dit soort neutrale kleurtjes heb ik al gedragen. Daarom dacht ik van, ik ga vandaag een beetje met de rest spelen. Dus ik probeer het wel een beetje bij mezelf te houden. Dicht bij mezelf dus, dat het niet al te fel wordt. Maar toch iets feller dan normaal. Dus we gaan hier gewoon mee spelen. En we zien wel waar het gaat belanden. Volgens mij is deze kerst, zijn er twee soorten mensen. Mensen die er echt comfortabel bij gaan zitten. Lekker chill in hun pyjama of een soort van chill pak thuis. En mensen zich helemaal gaan opdoffen. En ik moet ze heel eerlijk zeggen, ik heb echt getwijfeld wat voor video ik hiervan zou maken. Ik heb ook een soort avondpamper uitgebreid skincare routine achtige idee gefilmd. Omdat ik dacht van ja, een soort van de chillen zeg maar kant van kerst. Maar die ga ik uiteindelijk niet uploaden omdat ik het niet zo leuk vond. En ik dacht ja, laten we eerlijk zijn, met de kerstdagen vind ik het wel leuk om toch wel iets extra's te doen qua make-up en zo. En we gaan het ja wel heel klein vieren, maar toch vieren. Dus ik ga een klein beetje inhalen wat ik het afgelopen jaar niet heb gedaan. Dus dat hele opdolven. Als jullie trouwens wel vaker mijn video's hebben gezien, dan weten jullie dat ik een beetje haat-liefde verhouding met die Huda Beauty oogschaduws heb. Ik heb er twee van. Ja, ik weet niet. Ik heb er af en toe een beetje moeite mee. En zoals nu ook, denk ik van, ze zijn wel mooier. De pigmentatie is wel echt top. Af en toe denk ik van, je zit ook niet te veel matte kleurtjes in. En het zijn ook vooral matte kleurtjes waar ik de meeste moeite mee heb. Echt, ik heb het heel dicht bij mezelf gehouden. Echt compleet ander look dan wat ik normaal hou. Maar ik vind het wel leuk. Dit is wel echt meer iets van wat ik vroeger eigenlijk droeg. Dit soort looks. En ik vind het wel leuk om voor de feestdagen uit te pakken. Bij zo'n donkere look vind ik het altijd wel mooi om een soort donker lijntje te doen. Om toch wel iets dimensie te geven. Om eigenlijk een soort van barrière te vormen of zo tussen de wimperlijn en de oogschaduw. Op een of andere manier staat het, vind ik mij iets beter. En wat ik ook altijd doe, maar dat is gewoon hoe ik het eigenlijk altijd een beetje gedaan heb. Ik probeer de, als ik al voor zo'n donkere look ga, ik probeer de binnenkant van mijn ogen gewoon licht te houden. Om daar gewoon een licht kleurtje aan te brengen. Omdat ik anders, ik heb ook wel eens gewoon donkere looks al overgedragen. En dat ik dan bijna geen lichte kleur gebruik. Maar dan zie ik er echt gewoon veel vermoeider uit en zo. En dat vind ik bij mezelf niet zo mooi staan bij mijn vorm ogen.
En dat was eigenlijk, ik ben klaar met deze paletten. Op zich, dit was redelijk snel gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, de shimmery kleuren van Huda, die werken gewoon echt top. Die zijn gewoon echt heel mooi. En ik heb ook, zeg maar, deze kleur, want dit is echt meer shimmery kleur, een beetje op midden van mijn ooglid aangebracht met mijn vinger. Ik vind deze, ja, hier heb ik vandaag ook mee gewerkt. Gewoon zo'n fijn blend kleur en gewoon een heel mooi neutraal kleurtje groen. Dat vind ik dan wel mooi. Deze kleur heb ik niet gebruikt, maar voor de rest heb ik hem eigenlijk zo goed als bijna helemaal gebruikt voor deze look. Dan gaan we naar mascara. Dit is trouwens Dermgirl mascara van Too Faced. Ik heb hier ooit een mini van gehad, die vond ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar deze full size werkt voor mijn gevoel beter. Dan gaan we door naar de wenkbrauwen. En ik zoek mijn Elf wenkbrauwpotlood. Dat is gewoon een onmisbare stap. En het werkt echt zo snel. Het zal zo'n verschil maken als je wenkbrauwen bijgetekend. Of in ieder geval, ik zeker wel. Ik gebruik nu trouwens castor oil voor mijn wenkbrauwen. En ik weet niet hoor. Ik dacht eerst van ik merk eigenlijk geen verschil. Maar ik zie wel af en toe toch wel een soort van nieuwe haartjes erbij komen. Ik bedoel ook dit soort dingetjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar hier zitten een paar nieuwe haartjes. Dat ik dacht van, ik heb echt letterlijk al jaren geen haargroei gezien, zeg maar, rondom mijn wenkbrauwen. En nu komen er opeens wel allemaal haartjes. En ik moet zeggen, ik heb er wel over gehoord dat het op zich niet echt bewezen is dat castor oil echt helpt bij het groeien van de wenkbrauwen. Waar castor oil ook vooral goed is gewoon verzorgen van de huid, van haar, van alles. Een soort van universeel verzorgend product. Maar op een of andere manier, ja, associëren mensen dat vaak wel met groeien van wimpers, wenkbrauwen en dergelijke. Dus ik dacht, ja, het kan geen kwaad. En ik merk, ja, gewoon heel langzaam wel resultaat. Maar ja, goed, het is beter dan niks. Ik heb nog steeds niet de stap bereikt dat ik dacht van, ik ga investeren in zo'n super mega duur serum voor je wenkbrauwen, zeg maar. Ik denk dat zoiets vast wel effectief is, want anders, je betaalt ook superveel voor. Ja, ik weet niet. Ik ben nog niet zo ver dat ik denk van, ik ga er superveel geld aan uitgeven. Maar dus voorlopig castorolie en mijn wenkbrauwen bijtekenen. Oké, dan gaan we door naar het gezicht. Ik wil op mijn gezicht meer dekking en nog steeds wel glow, want daar hou ik van. Dus ik ga twee producten combineren. Mijn Fuchsia Foundation Derma Blend. Deze is namelijk heel dekkend, heel licht, heel veel pigment. En aan de andere kant de CC Cream Telling You SPF 50 van de Secret Key Koreaanse CC Cream. Deze twee is echt mijn favoriete combinatie als ik voor meer dekking ga, maar toch wel alsnog een luchtige structuur. En die CC cream is wit, maar gemengd met deze. Ja, en ik gebruik nog steeds met mijn handen. Dan gaan we door naar een concealer. En ik gebruik deze van It Cosmetics, omdat hij ook redelijk dekkend is. Maar ik ga hem ook wel redelijk dun aanbrengen. Wat ik namelijk zie, is dat de trend van de driehoek, zeg maar, onder je oog steeds meer verdwijnt. Omdat er steeds meer make-up artists zeggen van, joh, je hebt het helemaal niet nodig. Het werkt lang niet voor iedereen. Dat wil ik eigenlijk een beetje voortzetten in deze video. Want ook ik doe het al lang niet meer op die manier. Want wat je namelijk doet, want het is natuurlijk heel lang geweest, hè, dat er aangeraden wordt om zo'n driehoek hier zo te tekenen met je concealer. Je concealer is vaak lichter. Dus wat je doet, als je op deze manier, zeg maar, gaat tekenen, dan komt hier, zeg maar, best veel aandacht op. Dus dan valt hier licht op en dan lijkt dit soort van boller. Ik hoef ook, zeg maar, wangen niet per se boller te maken, laten we eerlijk zijn. Dus ik vind dat niet mooi. En daarnaast, eigenlijk geldt het voor alles in make-up. Je moet echt goed kijken naar je gezicht. Wat wil je accentueren? En wat ik dan gebruik, of de tip die ik daarvoor gebruik, is dat ik vooral hier, omdat je ook hier zit, dus vaak door de oogschaduw, maar ook hoe licht valt, dan wordt hier donkerder. Dus ik gebruik eigenlijk hier de concealer. En om dit, zeg maar, een beetje lift van je gezicht te doen. En uiteindelijk, je kan een klein beetje hier aanbrengen, maar eigenlijk echt precies onder je oog hoeft dat niet. Ook omdat hier vaak lijntjes zijn en je wilt gewoon niet dat daar concealer in komt. Of tenminste niet zoveel. Want een hele laag concealer, laten we eerlijk zijn, dat heb je daar absoluut niet nodig. En ik doe daar nog een klein beetje extra, omdat ik daar de pigmentvlek heb. Ik hoop dat jullie het verschil een beetje kunnen zien. Zo, kunnen jullie het zo een beetje beter zien? Ja, ik vind dit persoonlijk mooi. Het is een heel subtiel effect, maar het werkt wel. En echt nogmaals, dit is maar de hoeveelheid wat ik per keer gebruik.
Wat heel lang ook de trend was, was baking. En ik geloof dat dat ook een beetje aan het afzwakken is. Als je baking gebruikt, dan is het natuurlijk helemaal aan jou. Ik weet dat het voor heel veel mensen wel werkt. Maar ik denk persoonlijk, omdat baking is oorspronkelijk... komt van de drag queens. Het hielp hun om hun make-up wat matter te houden, meer op zijn plek te houden. En dus ook meer de hoeveelheid make-up wat je gebruikt. En ik neem aan dat de meeste van jullie die baking voor elke dag gebruiken, zijn geen drag queens. En ik weet, er zijn dat wel voordelen voor baking. Het kan wel echt nogmaals voordelen hebben, maar ik ben er niet zo van. Ik ben er nooit van geweest. Het enige wat ik wel doe, als ik dan wel wat poeder gebruik, en dat is puur om de boel iets meer op zijn plek te houden. Ik pak echt letterlijk een klein beetje. Ik doe een klein beetje onder mijn ogen. Een klein beetje over mijn voorhoofd. En een klein beetje in mijn oog. Contouren op bronzer. Het is maar net. Ik gebruik deze van Inglot. Want al jaren mijn favoriet. Ik weet, er zijn mensen die echt bang zijn voor bronzer. Of die het niet graag gebruiken. Of die gebruiken liever een blush dan een bronzer. En eerlijk gezegd, ja, snap ik dat niet helemaal. Maar puur omdat ik echt al jaren fan ben van bronzer. Ik gebruik zelfs bijna nooit blush, maar wel bronzer. Je moet het echt op een goede plek zetten. Je moet het vooral niet te laag zetten. En als je het op een goede plek zet, als je het goed gebruikt, dan wordt je gezicht gewoon wat meer levendig. Wat meer sun-kissed. En ja, ik hou daarvan. En dan heb ik het echt over bronzer. Dat grijze contouren gebruik ik eigenlijk nooit. En ja, de kleur van de bronzer speelt ook zeker daarin mee. Daarom ben ik blij dat ik er eentje gevonden heb. Dus die van Inglot die bij mij gewoon wel werkt. En wat ik trouwens ook heel vaak zie, is dat mensen nog steeds de 3 ding gebruiken. Ik vind het persoonlijk iets heel ouderwets. Want vroeger werd het inderdaad volgens mij echt op die manier inderdaad uitgelegd. Om het zo te gebruiken, maar nogmaals, het werkt niet bij iedereen. Want sommige mensen, zoals ik heb op zich geen grote voorhoofd. Dus echt bronzer op mijn voorhoofd heb ik ook eigenlijk niet nodig. Ik gebruik niet heel graag hier iets. Dus ik gebruik het eigenlijk vooral... voor mijn wangen. Oké, dan blush. Wat mensen vaak denken, dat blush aanbrengen op appeltjes van je wangen, dat de plek is. Nou geldt dat lang niet voor iedereen. En je moet maar denken, ook blush moet je een beetje aanpassen aan de vorm van je gezicht. Wat ik laatst als tip heb meegekregen en wat ik eigenlijk vanaf toen ging doen, als ik überhaupt dan blush draag, is dat je zeg maar ongeveer 2 vingers vanaf je... neus zeg maar kant, dat een beetje het gebied is waar je absoluut niet aan moet komen met de blush. En dat je het eigenlijk vooral hier kan aanbrengen. Ik gebruik trouwens nu een blush uit deze Too Faced paletten. En ik blend dat soort gezichtsproducten eigenlijk altijd uit naar mijn haarlijn. En als laatst highlighter. En ik had laatst al een heleboel over highlighter verteld. Hoe ik het mooi vind om aan te brengen. Zo, dus die video zal ik hierboven linken. Dit is voor mijn doen redelijk veel make-up eigenlijk. Maar goed, het zijn feestdagen. Dat mag. Dan even, ik ben even dichterbij gaan zitten. Even over de lippen. Ik heb op mijn lippen nu eigenlijk alleen mijn lippenbalsem. Maar ik wilde toch wel een kleurtje aangeven. En ik ga het met zo'n beetje bruinig kleurtje doen. Dit is trouwens zo'n potloodje van de Action. Die echt het hele jaar door heb gebruikt voor mijn ogen. En sinds kort gebruik ik het ook voor de lippen. Maar zo'n potloodje vind ik voor de ogen dan iets te licht. Ik moet hem misschien even slijpen. Een momentje. Tada! Maar voor de lippen is dit wel echt een perfect kleurtje. En ja, ik gebruik het dus niet op droge lippen. Ik heb nog steeds een beetje lippenbalsem eroverheen. Maar dat vind ik eerlijk gezegd niet erg. Dit vloekt wel een klein beetje met mijn ogen. Nee. Ik heb dus echt letterlijk mijn lippen helemaal eraf gehaald. En dan een hele lichte lipgloss toegevoegd. Of lipgloss, liquid lipstick. Dat is beter. En dat is eigenlijk mijn kerstlook voor dit jaar. Ik denk dat ik inderdaad op de kerstavond en de kerstdagen ongeveer voor zoiets ga. Ik ben het gewend om een soort van een beetje, klein beetje te letten op de Chinese kalender. Volgend jaar schijnt het jaar van de stier te zijn. En ik ben zelf ook geboren in het jaar van stier. En het heeft altijd een bepaalde kleur daarnaast, zeg maar. Of een bepaald element daarnaast waar het dan vast hangt. Ik weet niet, super random. Maar en volgend jaar is geloof ik wit goud of goud. Als je dan oud en nieuw gaat vieren, dan is misschien sowieso een beetje goud in je look wel mooi meegenomen. En zeker om die reden. Geen idee, super random. Maar goed, dat was het. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, mocht het nog niet gedaan hebben. En vergeet ook zeker niet het notificatiebeltje aan te zetten. Dan mis je niet de volgende video. Ik hoop je in ieder geval zondag weer te zien. Doei!